Ze zijn bezig, de 165ste Gentse feesten. Vanmiddag was er de openingsparade en vanavond waren er op tientallen locaties in de binnenstad al meteen tal van optredens. De komende 10 dagen zijn er meer dan 3000 grote en kleine evenementen. Stijn Verkruijsen test er meteen een paar uit. Het epicentrum van de Gentse feesten is het plein bij Sint-Jacobs. En dus staan twee feestfanfares hier perfect op hun plaats. De Vlaamse propere fanfare van de vieze gasten treedt op samen met het Franstalige Jour de Fête. En dat is niet toevallig. Het belangrijkste is feesten. Gentse feesten zijn feesten. Dus echt een politiek gebeuren wil ik er nooit van maken, maar ik vond het met graagte wou ik dat statement maken. Dat we echt, we kunnen samen muziek maken. Laten we ons gewoon goed amuseren. En al de rest is een beetje zever. Gaat u hen nu ook uitnodigen in Wallonië, in Brussel? Als de gelegenheid zich presenteert, zeker, ja. Bijvoorbeeld, volgend jaar hebben we festivalletje waar jullie zullen kunnen komen. Ah bon? Ja. Bij deze graag. De Gentse feesten bieden zoals ieder jaar voor elk wat wils. Muziek, dans, zoals hier salsa in het Pau de Looppark en ook poppentheater. Dit jaar organiseert het Europees Figurentheatercentrum voor de 20ste keer een internationaal festival. Met de winnaars van bijna alle voorgaande edities. De meesten, sommigen hebben zelfs hier een carrière gemaakt, zelfs begonnen eigenlijk. En die waren zo leuk om toch terug te komen. Niet tegenstaan dat we ze eigenlijk bijna niet meer kunnen betalen. Maar toch zijn die hier dit jaar aanwezig. De Gentse feesten lokten op deze eerste dag al meteen tienduizenden feestvierders. Over 10 dagen worden zo'n 1,5 miljoen bezoekers verwacht.